Schie en theatergezelschap De Stokerij zijn op zoek naar de koning van Schiedam. Wij zijn nu bezig met de nominaties voor de kroning van Schiedam. De koning van Schiedam. Iemand krijgt vandaag deze kroon. Ik heb hier Liat Magnesi van Ruimte in Beweging, de dansschool in Schiedam. Geweldig, die verdient het echt om een keertje in het zonnetje gezet te worden. We hebben Suzette Ronteltap, daar ben ik ook heel trots op, accordeonist. En we hebben natuurlijk Yvette Neuszwanger, onze stadsdichter. En serieus, Koen? De stadsdichter? Ja, die is te gek. Die moet er kronen. Die is te gek, maar die krijgt toch al altijd aandacht? Ja, die heeft al wel 2 jaar aandacht gehad, ja. Heb je iemand beter? Ik heb hier een brief van Lara Melka. Kun jij iets vertellen over je vader, waarom je hem genomineerd hebt? Ja, mijn vader die is 3 jaar geleden is er best wel een moeilijke weg voor hem gestart. Het is een lang verhaal, maar mijn moeder die kreeg het wat zwaarder, mentaal gezien. Er is heel wat gebeurd bij ons in de familie. En in die weg, tenminste op die weg, is hij zelf ernstig ziek geraakt. 2 jaar geleden is het eerste proces begonnen. En vorig jaar is er twee levensbedreigende situaties eigenlijk ontstaan voor hem. Toen mijn moeder thuis kwam, was het niet meer de situatie dat ze echt zelfstandig konden blijven wonen. Gezien het proces van mijn vader, maar ook het proces van mijn moeder. En we wilden ze heel graag bij elkaar houden. En dat is gelukt. En toen zijn ze een jaar geleden zijn ze naar een oud appartement gegaan bij Frankenland. En daar hebben ze nog prachtige tijd gehad. En helaas is mijn moeder afgelopen juli aan een hartstilstand overleden. En hij blijft na het overlijden van mijn moeder blijft hij gewoon heel positief in het leven. Hij is voorzitter van de biljartvereniging. Hij gaat elke dinsdag, gezien zijn energie die hij nog heeft, maakt hij tijd voor ook om anderen nog een hele fijne middag te bezorgen. Mijn vader die zegt altijd, ondanks wat in het leven gebeurt, hè, hoe het op je afkomt, dat heb je zelf niet in de hand, maar hoe je ermee omgaat wel. En als je positief blijft en waardig blijft, en waardig heeft niet alleen te zien. Niet alleen te maken met hoe je jezelf presenteert, maar ook hoe je je ten opzichte van andere mensen opstelt. Ja, dat maakt hem voor mij in ieder geval mijn eigen koning. We hebben een grote Schiedamse koning. We gaan hem graag kronen. We willen u graag kronen als koning van Schiedam. Ik ben sprakeloos, maar tevens ook zeer vereerd. Nou ja, je weet, de afgelopen 3 jaar is geen makkelijke weg geweest. Nee. Ja, van de 77 jaar dat je op deze aardbodem staat, zijn de laatste 3 jaar wel enorm impact op ons gehad. En ik wil daarmee zeggen dat hoe jij het hebt gedragen, hoe jij er voor mama bent geweest, ondanks wat je mee hebt gemaakt, dat je zo positief nog bent en alle energie geeft. Ja. Merendeel aan anderen nog dan aan jezelf. Dan ben je koninklijk waardig. En dat is ook de boodschap dat je me altijd mee hebt gegeven. Inderdaad. Een mooie voorbeeld kan ik niet krijgen. Dankjewel. Ja, toch? Dankjewel. Nou, je hebt het ook. Ja? Ja, ik ben een beetje stil en dan ben ik niet sneller in mijn leven. Ik heb overal wel een weerwoord op. En zo sta ik ook bekend bij bekenden en in de verenigingswereld en iedereen die me kent. Maar ik ben nou wel een beetje stil, ja. Dat mag je. Een beetje ontroerd ook. En daar schaam ik me niet voor. Wij zijn heel trots dat we u mogen kronen. We gaan nu ook echt de kroon opzetten van de voorstelling. Ja, mijn handen zijn vol. Want mezelf kronen, dat mag niet, hè? Hierbij kroon ik Johannes Hendrikers Melkert tot koning van Schiedam. Nou. En het terechte koning. Ik waag van acte.